Hallo kijkers, top voor het kijken en dit is een goed nieuwe video van de KV Oostende Carrière-mode. We gaan in deze video beginnen met een wedstrijd tegen nummer 10. We staan eerst in de competitie en we ook hebben een grote voorsprong op de nummer 2. Dus als we dit winnen, kunnen we de voorsprong alleen maar vergroten. Wow. Nu, ja, die scoren we. Eindelijk het eerste doelpunt van de wedstrijd. En waarom zijn er opeens oranje lijnen? Hoor die normaal niet wit te zijn? Ach ja, het is een keer iets wat anders. Oh, dit kan nog een goal worden. En dat wordt het ook. Nu, dan schieten. Mooi gedaan. Een hoekschopje voor de tegenstander. Van een Dries of van een Trish. Of hoe je ook zijn naam gaat uitspreken. Een assist misschien. Ik dacht misschien mij zelf nog te scoren met van den Dries. Maar ja, toen dacht ik, waarom ga ik niet gewoon passen naar hem? En ik weet dat je het niet. Zijn naam moet niet spreken als Van den Driessen, maar ja, Van den Driessen is toch gewoon veel makkelijker om te zeggen. Een voorzet geven of zo. En, oh, er zit ook nog in. Oh, kan hij misschien weer scoren? Hij past misschien efficiënter. Oeh, kunnen we gewoon nog scheppen. Oké, dus dit was het dan. 6-0 overwinning. En daar ze mag de bal meenemen naar huis. Even bij kalender ga ik simuleren tot. Laten we tot hier simuleren. Ja, we winnen die wedstrijd. Die winnen we ook. Ja, speel is gelijk. Ah, verliezen we. We winnen weer. Als het goed is, moeten we nog steeds eerste staan. Ja, we staan eerste bij het seizoen. Ik wil hier tot de. Nee, laten we tot de laatste transferdag simuleren. Dus dat is nog eentje verder. En ik ga beginnen met hem te kopen. Oh, mooi, daar gaan ze mee akkoord. Denk dat ik gewoon ga simuleren tot het einde van het seizoen, want ik wil uiteindelijk dit seizoen een keer afmaken. We moeten simuleren tot. Hier zo. Ja, dat is goed. Ja, we winnen steeds. Dus ik denk nog wel dat we doorgaan naar de derde klasse. Ah, oei, verliezen we die wedstrijd. We verliezen weer. Oh, als we dan toch in. Ja. Oei oei, die verliezen we ook. En ik wil even toch eens kijken hoeveel we staan in de competitie. Oh, we hebben 107 punten. Komt wel goed als we 107 punten hebben. Hoe komen we zelf aan zoveel punten? Maar ja, dat was dan ook het seizoen. Ik ga even zien wie de topscorers zijn. Is één speler van ons op de vierde plek. Met assisten. En toen onze speler het nog best goed. Onze keeper. Ja, doet het ook goed. Even zien.
seizoen, alle competities, zien we hoe de andere teams het hebben gedaan in andere competities. Antwerpen kampioen in België. Dan hier Bayern, ja, dat zie iedereen natuurlijk aankomen. Ik hoop dat er ooit eens een seizoen komt waar Dortmund of zo een keer kampioen wordt. Liverpool staat hier eerst in de Premier League. Hier PSG, ja, PSG natuurlijk. Misschien is het ook leuk om te zien hoe hier in de Engelse derde klasse promoveert en degradeert. Maar goed, ik denk dat dit dan ook het seizoen was voor ons. Ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Deze serie is nog niet gedaan, het is pas het eerste seizoen dat gedaan is. En ja, hopelijk halen we ooit op een dag toch wel de Champions League. Dus nog eens bedankt voor het kijken en dan doei doei!